We zijn hier aan het bouwen voor de 58e Bollet en we zien Arne Rekswinkel op de trekker. Hij is onze hoofdparcoursbouwer. De man die er verstand van heeft en die altijd strand staat voor een supercross. Hier staan een aantal mensen die meestal hard meewerken om de cross voor elkaar te maken. Het zijn natuurlijk maar een paar, want we hebben heel veel vrijwilligers. En dat is ook nodig, want het is een vreselijk groot evenement. We hebben ook mensen die zijn lid, geen lid van onze vereniging, maar die dragen de pasruiter van warm hart toe. En die helpen ook. We hebben denk ik op de dag zelf nou zo'n 60 vrijwilligers, denk ik. Is het de Venhuis? Nee. Ja. Dus om zo'n evenement, tweedaagse evenement, tot een succes te maken. Die Piet ook nog in de bollet. Ik ook. Maar wie heeft de bollet nog niet? Zelf van je man. Ja, dat is nog makkelijk. Ja, ja, oké. Okay. Ja? Maar ik heb wel een moeder zagen nog. Ja, we gingen het door allemaal. Oké. Maar we willen in die nieuwe hindernis laten zien, die jij speciaal gebouwd hebt, hè? In de overdag. Dat ga ik wel zeggen, al jij dag. Dit is een nieuwe hindernis. Voor dit jaar voor het eerst nieuw in de bollet. Dus gemaakt door Hendrik van Rijn. Op eigen initiatief. Heel alleen gebouwd. Dit is een zogenaamde afstroom, wat toch een bepaalde moeilijkheidsgraad heeft. En dat is toch altijd wel mooi om hier in de cross te hebben. Een mooie afstroom. Van twee kanten springen, als je van de egaliseerde kant naar komt rijden, is een afstroom. Als je van de andere kant komt, is het een afstroom. There's a history to follow or to screw. There's a destiny, one for each of you. It's a summer's the ones to pull us through. I got nothing, a little and a I got something to share. So much I forgot, don't know what it means. Oh, the Liverpool life. We zijn hier bij Pinson Trainingstal Hermeling. Het M6-tal van de pasruiters is hier aan het trainen. De weersomstandigheden zijn dusdanig dat ze niet buiten kunnen trainen. Maar de training moet doorgaan. Dat is zijn favoriet voor de Nederlandse kampioenschappen die aanstaande zaterdag worden verreden in Ermelo. Dit is Theo Geling, onze verenigingsinstructeur en tevens instructeur van het M6-tal. Ja, verder naar.